Mijn vroegere breuk met God die mijn narcistisch misbruik bevorderde. Ik had vroeger veel persoonlijke en pijnlijke overtuigingen over mijn hogere macht. Ik geloofde dat God dacht dat ik fout was, gebrekkig en zelfs slecht. Het is opvallend als ik met mensen praat die door narcisten zijn misbruikt, hoe vaak deze pijnlijke overtuigingen ook in hun onderbewustzijn zijn opgesloten. Voor mij is het logisch dat ik in het echte leven de behandeling krijg en accepteer die verband houdt met de onbewuste gevoelens die ik echt over mezelf heb. Maar meer dan dit, het is echt hoe ik me voel over de relatie van onze hoge macht met mezelf. Ik geloofde absoluut dat deze hogere kracht me veroordeelde, strafte en zelfs in de steek had gelaten. Aan de binnenkant had ik het gevoel dat God me de rug had toegekeerd. Ik was helemaal alleen, op de rand zonder liefde, begeleiding of een weg terug naar huis. Ik voelde mezelf zo afgescheiden van God dat ik dacht dat ik een vreselijke fout moest zijn, een afwijking die hier niet eens bedoeld was. Toen ik dieper op mijn herstelling ging, wist ik dat ik een geïntegreerd wezen kon worden. Ik wou iemand worden die zich heel voelt in mijn relatie met mijn hogere macht, zelf en anderen en het leven. Ik wist dat ik dit moest genezen, omdat het me duidelijk werd dat ik deze relatie niet goed kon hebben om echt en functioneel te zijn. Als ik diep van binnen geloof dat God niet van me houdt of me straft, hoe kan ik mezelf dan leuk vinden en accepteren? We kunnen het niet. Dit was waarom ik op zoek was naar valse bronnen voor mijn redding. Ik was op zoek naar mijn gevoel van innerlijke heelheid, liefde, goedkeuring, veiligheid en overleven in plaats van een relatie rechtstreeks met mijn echte bron te hebben. Dit is de reden waarom ik vreselijke ervaringen heb met narcisten. Toen ik wakker werd, toen ik de waarheid zag over mijn verbinding met mezelf en met God en het leven in het algemeen, wist ik dat ik alles kon en zou genezen. Ik wist dat ik de waarheid moest vinden en verbinden met mijn hogere macht. Ik had de waarheid van de bron in mijn analyse gezien. Ik had de onvoorwaardelijke liefde en de toewijding gevoeld van hoe alles voor mij was gebeurd en niet tegen mij. Hoe zou ik elke dag naar huis komen om die waarheid te leven? De waarheid van mijn relatie met God, punt wat ik nu echt als mijn persoonlijke waarheid ken, is dat ik geen partner ben van mijn hogere macht. God is zo groot dat ik hem of haar niet kan missen. Ik ken ook God, en ik ben voor eeuwig één. Toch kan ik absoluut de ervaring hebben om niet bij God te zijn. Als een gelijke aan Gods schepper sta ik in het hologram van mijn persoonlijke ervaring. Ik ontvouw tot op de letter mijn geloofde expertise, volgens de emotionele ervaringen en geloofssystemen die ik van anderen heb overgenomen. Als ik niet werd onderwezen over mijn eenheid met God, en in plaats daarvan geloofde in afscheiding, oordeel en voorwaarden, dan zal mijn ziel, die nu niet deze dingen is, zich hebben afgekeerd van dit gebrek aan liefde. In vroegere tijden betekende het hebben van een relatie met God door een aantal van Gods meest uitzonderlijke aanwezigheid, zoals in planten, de natuur, geneeskunst en de ecologie van geneeskunde en intelligentie van onze planeet, letterlijk de dood voor miljoenen vrouwen die als heksen werden gedum. Naar mijn mening zit dit trauma nog steeds in al onze vrouwelijke psyche. Het was niet God aan het werk. Het waren mensen die God gebruikten als hun voertuig om zulke dingen te doen. Op dezelfde manier is het beangstigend het aantal volwassenen met wie ik heb gesproken, die seksueel zijn misbruikt door kerkelijke groepen. Sommige van deze volwassenen werden kwaadwillig geslagen door nonnen, in de naam van God. Ik heb ook gesproken met mensen die bang waren om doodsbang te zijn om in slaap te vallen. Als ze hun gebeden als kinderen niet hadden uitgesproken, in het geval dat ze midden in de nacht stierven, leerden ze om naar de hel te gaan in plaats van naar de hemel. Nu geloof ik niet dat een hel een plaats is. Het is een staat van zijn en die staat is het scheidingstrauma van het niet kennen van de waarheid over God. Ik geloof niet dat deze regels en gedragingen iets met God te maken hebben. Ik geloof dat het door mensen gemaakte constructies zijn die God afbeelden als een behoeftige, oordelende en wraakzuchtige mens, in plaats van onze ware hogere liefhebbende kracht. Is het een wonder dat velen van ons een breuk met God hebben gehad? Ik weet dat de mijne verschrikkelijk waren. Ik geloof in de menselijke psyche en dat op zowel persoonlijk als collectief niveau deze breuken schokkend zijn en ongelooflijk verantwoordelijk zijn voor de relaties die we met onszelf en met elkaar hebben. Suggesties en vragen? Ik antwoord graag. Johan en Annemie Persindiklijk, vergeet niet om deze video een duim te geven.